Wanneer u uw nieuwe Navionics waterkaart besteld heeft bij Nauticgear en in huis krijgt, wilt u natuurlijk niets liever dan deze meteen gebruiken. Maar de kaart moet eerst even geactiveerd worden. Dit kan snel en eenvoudig online via de chart installer van Navionics. En u heeft vanaf dat moment ook een jaar lang recht op gratis updates. In deze video neem ik u stap voor stap mee hoe u de Navionics waterkaart kan activeren. Bij Nauticgear hebben we een uitgebreid assortiment van Navionics waterkaarten, zoals de populaire Binnenwaterkaart Nederland en de Nav Plus Large en Platinum Plus Large waterkaarten van verschillende gebieden. Kijkt u op www.nauticgear.nl voor de uitgebreide keuze en de voordelige prijzen. Wanneer u de waterkaart ontvangt, ziet u dat dit een grote SD-kaart is. Dit is de adapter waar de micro SD-kaart in zit. Let u erop dat uw computer een SD-kaartslot heeft of dat u een cardreader gebruikt voor uw computer. Allereerst gaan we naar www.navionics.com. U ziet nu boven in de blauwe balk My Card staan. Daar kiest u voor Activate Update. Omdat we de chart installer willen downloaden, klikt u hier, First Time Here, op Download It. Nu downloadt uw computer het bestand in de downloadmap. Werkt u met Windows, dan is dit een .exe bestand. Werkt u met een Mac, dan zal dit een .dmg bestand zijn. U zoekt dit bestand op in uw downloadmap van de computer en dubbelklikt hierop. U kunt nu de Chart Installer Wizard gaan openen. Mocht uw computer een melding geven en vragen om een wachtwoord, dan is dit het wachtwoord van uw eigen computer. Om de Setup Wizard te doorlopen, klikt u gewoon op Next, wederom op Next en vervolgens op Finish. De Chart Installer is nu gedownload en zal ook opstarten. U kunt nu uw Navionics kaart in uw computer steken. Zodra de kaart herkend wordt, krijgt u de optie om in te loggen of een account aan te maken. Heeft u nog geen account, dan doet u dat hier. Wij zullen voor nu even inloggen. Er zal nu gevraagd worden naar uw kaartplotter. Bij stap 1 geeft u het merk aan van de kaartplotter die u heeft. Wij pakken hier als voorbeeld Raymarine. Bij stap 2 kiest u het model. Hiervoor pakken wij even de Element. En hier kunt u als laatst nog het type aangeven. Nu is de kaart geactiveerd en kunt u hem gelijk gaan gebruiken. Wilt u de kaart updaten? Dan geeft u hier bij de vinkjes aan wat u precies wilt en drukt u op start. Hier rechtsbovenin ziet u hoe lang de kaart nog precies geldig is. Wilt u meer van dit soort handige tutorials zien? Geef dan een like op deze video en vergeet niet te abonneren. Druk op die bel en dan zie ik u graag bij een volgende video.